Ik ben er echt super blij mee. Oh my god. I don't know. Schiet nou op. Oh ja, heel soepel ook inderdaad. Echt zo lekker. Hallo. Het is vandaag de eerste dag van Vlogmas. Ja, ik ga weer vlogmessen. Ik heb er echt super veel zin in. Ik ben nu thuis alleen met de hondjes, want de jongens zijn naar school. En ja, tot aan kerst iedere dag een vlog online. En de vlog komt om 18:30 online. Dus dan weet je dat. Ja, niet in de middag, want anders haal ik het niet met editen en zo. Ja, dit is awkward. Dit is zo awkward, dit gesprek met mezelf echt. Laat maar. Goedemorgen, Pinky. Hallo. Schiet nou op. Ik loop Bertan. Ja, come on. Happy day. Yes, sir. We hebben een actie. Kijk of mijn... 11:08. Ik ben eindelijk klaar met editen. En ik ga nu direct de jongens ophalen. Dat ik het heb gehaald voordat ik ze ophalen. Ik moet ook nog boodschappen doen. Maar ik heb het zo... Zo koud. Dat is gewoon niet normaal. Oh ja, en zaterdag vieren we Memphis' verjaardag. Hij is gewoon nog weer 5 jaar geworden. Dat gaat echt bizar snel. Ik zweer het je. Oh my god. Nick heeft echt iets super lekkers meegenomen. Ik kan er natuurlijk niet van afblijven. En dat is echt zo crazy lekker. Vroeger nam ik altijd die oatmeal raisin. Die vond ik echt het lekkerste. Maar die hebben ze dus, waarom weet ik niet, eruit gehaald. I don't know why. En nu hebben ze dus deze met witte chocola en cranberry. En die is echt... Zo lekker. Die kan ik er niet van afblijven. En dat weet hij, de lul. Maar ja, ik ga dit even lekker eten met een theetje. Dit is gewoon echt te goddelijk lekker. En heel zoet. Echt mega zoet gewoon. Is dat ik dit jaar helemaal geen kerstboom ga doen. Ik vind het echt super sad. Ik al vertelde. Gaan wij verhuizen. En 7 januari krijgen we de sleutel. Dus het leek me niet echt handig om nu een kerstboom op te gaan zetten. Die ik vervolgens ja, alleen maar de weg zit met de verhuisdozen en zo. We moeten nog echt klussen. Kerst is echt what I'm living for. Nee, I'm kidding. Maar het is wel echt mega important voor mij. En ja, nu kan ik dus dan heb ik geen kerstboom. Misschien dat ik zo'n klein dingetje koop, ik weet nog niet. Die niet in de weg staat dan met alle verhuisdozen en alles wat ik dan moet doen. Maar dat zullen we dan wel weer zien. Maar ik hoop in ieder geval op dat ik nog wel een kerstgevoel hou. Maar dat hou ik sowieso, want ik ga volgend weekend ook naar Centerparks met de familie. Daar gaan we ook gezellig doen. Dus maar ja, in ieder geval dus geen kerstboom. Super leuk geworden, want Elisje had zijn meester geloot. Ik zeg maar liever geloot. En we hebben het afgekregen. Hij moet alleen nog even cadeautjes inpakken. En dan zijn we helemaal klaar. En dit is het geworden. Ik ben er echt super blij mee. Het is gewoon een oud koffertje. Hoe heet het? Verf, maar dan textielverf. Dat had ik nog. Nou, dat kan er gewoon opgesmeerd worden. En ik had een LV dingetje uitgeprint, ingeknipt. En de logo erop gedaan. En een instapkaart van internet. Eraf gehaald en hier ga ik dan zijn naam opschrijven. Hij moet even drogen, want er is nog heel veel lijm op. Achterkant is dan zo, lekker een giller. Dat is onze surprise. En weet je, zo'n koffertje kun je natuurlijk gewoon bij de kringloop vandaan halen of iets. Weet je, ik heb hem gekregen, waar ik super blij mee ben. En ja, dan kun je er weer gewoon wat leuks van maken. Dan krijg je dan weer een nieuw leven. Ben je ook weer goed bezig voor het milieu en de natuur? Dus ja, ik ben helemaal klaar. Donker buiten, de zon wil nog niet echt doorkomen. En ik heb hier de ballonnetjes. Van Memphis' verjaardag nog, want we vieren het zaterdag. Kijk. Even wachten hoor, je moet even goed zien. Ja, daar is hij hoor. Oh, het zonnetje schijnt wel, maar het is echt voor mij echt gewoon te koud. Ik ga ze goed dicht doen en dan ga ik heel snel lopen. Wow, wat hoog Memphis. Wow, kijk uit dat je niet valt. Heb je het ook koud? Ja. Ja, ik ook. Wow! Voor Memphis' verjaardag had Memphis een tent gekregen. Ja! Ja, ik ga nu het huisje pakken. We gaan hem beneden. Wat zeg je? Ga je deur maken? Ja, we gaan hem beneden in elkaar zetten, ja? Beneden? Kijk, ik heb hem hier. Ga je foto maken?
Nee, ik ben aan het filmen. Kom, neem hem maar mee. We gaan hem naar beneden opzetten. Ja, toch? Ja, dat is... En die kan zo brengen. Als ik kan. Als ik kan, hè. Ja. Dan kan je cadeautjes en nog. Dan kan je... Dan kan je halen en dan kan je cadeautjes halen. Wat gaan we nu doen? We gaan nu de tent in elkaar zetten, toch? Ja, nu gaat het huis. En je had ook een olifant gekregen, toch? Die moet in de tent. Deze tent hebben we voor het nieuwe huis. En ik heb net ook al met een lesje voor middelbare school gekeken. We hebben al 6 scholen. We hebben 6 scholen. Nou. In een uurtje, nou, dat is toch weinig? Dat is toch top. Ja. En die andere, maar daar heb je niks aan. Nee, want hier in Amsterdam heb je een loting. En dan moet je dus 6 scholen opgeven. Het kan zijn dat je eerste keuze dus dat daar niet wordt. Ja, mijn vis. Heb je je olifant gepakt? Ja. Oké, kom, dan gaan we nu samen de tent opzetten. Maar is die ook? Yes. Hij heeft maar alleen. Nee, maar dat is jullie uit. Oh jeetje. Kijk, het is wel leuk. Kan je dit eraf? Ja, 1, 2, go, go, go. Oh, er zit nog eentje. Kijk hoor. Maar dit is voor je nieuwe kamer eigenlijk, hè, Memphis? Oh my god. I don't know. I don't know what to do with myself. Actually, Lucy, my trouble is Christmas. I just don't understand it. Instead of feeling happy, I feel sort of let down. I know how you feel about all this Christmas business. Getting depressed and all that. It happens to me every year. Yeah. High five! Memphis, kijk! Woehoe! Hij staat er! Oh! Je tent! Nee, ik kan zo. Hallo! Is die in de tent? Wat leuk! Wat een leuk tentje! Doe het raam open, schat! Kom, doe het raam open! Doe het raampje maar open! Kom, ja. Je past er bijna in! Kijk hoe ik eruit kom. Red de katet, Nick in de tent. Oh, dat ruimt helemaal niet. Past dat niet? Oh ja, heel soepel ook inderdaad. Echt flexibel. Echt wauw. Ik heb net boodschappen gedaan. Ik ben nu thuis. We gaan lekker zalm, teriyaki, iets eten. Anyhow, ik heb nu een beetje honger gekregen. Het is 4:15. Dus ik dacht, ik had nog dit. Ik heb hier alvast een pak soi gesneden. En ik heb hier lekker veel broccoli. En daar de zalm en mijn rijst had ik vanmiddag al gemaakt. Dus die is al helemaal klaar. En hier had ik paprika, want ik heb honger. Ik dacht, nou, dan, want hij is al een beetje zacht. Ik eet ik die even als snack op. Nou, ze trillen niet. Gember theetje drinken. Dat heb ik gewoon zin in. En dat vind ik gewoon lekker voordat ik ga slapen. Althans, ik ga niet slapen, want ik moet nog heel veel editen. En ik moet ook nog wat dingen doen nog. Dus ik neem het, maar ik ga nog niet slapen. Wow, ik ga nog niet slapen. Zo. Proost! Op het goede leven. Ik heb trouwens net gedoucht en mijn pyjama aangetrokken. En de jongens ook gedoucht en pyjama's aangetrokken. Althans, Memphis en Lesje kan het zelf. En ik ben nu even VT Wonen aan het kijken. Want dat is het enige wat ik de laatste tijd doe, zijn woonprogramma's kijken. Omdat ik mega veel inspiratie moet opdoen. Ik heb net mijn huid een beetje gescrubt. En ik moet zeggen, ik ben echt blij met deze producten die ik nu gebruik. Mijn huid is echt shiny. Wat gaan we doen? Een bed? Jawel, we gaan toch slapen, ventje? Maar ik ga bij mama's bed, toch? Nee, je gaat in je eigen bed. Niet in mama's bed. Nee, toch? Nee, je hebt een eigen bed, hè? Een hele mooie eigen bed. Die is veel mooier dan die van mama. En die slaapt ook veel lekkerder dan die van mama. Leuk, je hebt een verrassing daarachter gelaten. Je hebt niet opgeruimd. Je hebt je speelgoed niet opgeruimd. Dan moet je de kleine zo opgeruimd. Nou, kom, klim het bed in. Af voor jou.
Dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven. En zoals ik al zei, het is vlogmas. Dus iedere dag komt er een vlog online om 18:30 op mijn kanaal. Begin nu met maandag tot en met vrijdag. De weekends weet ik nog niet, want het is best wel pretty hard work. Maar daar kom ik nog op terug. Voor nu in ieder geval iedere avond 18:30 tot en met vrijdag dan een video online. En dan zie ik jullie morgen.